is Stefan van Wetenschapschool.nl. In deze video gaan we het hebben over de zogenaamde coördinatentransformatie. Nou, in, deze, uh, in dit diagram hier zien we een zogenaamd recht evenredig verband. Hoe herkennen we dit nou als een recht evenredig verband? Het is namelijk een rechte lijn die door de oorsprong gaat. En in alle gevallen noemen we dat recht evenredige verbanden. Nou, stel dat we zo'n grafiek hebben, kunnen we hiervan dan een formule maken? Nou, het antwoord is ja. Nou, omdat het een rechtevenredig verband is, weten we dat hierbij hoort de volgende formule. Dit is de formule voor het rechtevenredige verband. Dat heb je vast bij wiskunde een keer gezien. i is a keer x, waarbij a hier een constante is. En die constante wordt ook wel de helling genoemd, of de richtingscoëfficiënt. Nou, om die helling uit te rekenen doen we hier delta i gedeeld door delta x. Dat wordt 3,5 gedeeld door 6 is 0,58. Oftewel, we weten nu dat deze a hier voor deze grafiek 0,58 is. Dus dan hebben we de formule gevonden bij deze recht evenredige grafiek. Laten we nu eens een kwadratisch verband bekijken. Dit is duidelijk een kwadratisch verband omdat we te maken hebben met een parabool. De formule voor een kwadratisch verband is y is a keer x kwadraat, waarbij a weer een constant is. En die kwadraat hier. Die zorgt hier voor uh, de parabool. Nou, om die a in dit geval te berekenen, moeten we de grafiek eerst in een rechte lijn veranderen. En dat noemen we het lineariseren van een grafiek. Nou, we gaan leren hoe we dat doen. En dat is eigenlijk vrij simpel, je moet er alleen eventjes aan wennen. Hoe maken we hier nou een recht evenredig verband van? Dat doen we door die x kwadraat gewoon te zien als de variabele. En niet alleen de x, maar die hele x kwadraat. Want dan hebben we weer een formule van de vorm i is a keer x. Dus we zien hier niet x kwadraat. Uh, we zien hier niet x als de variabele, maar x kwadraat. Nou, um, wat we dan doen, is dat we een aantal x'en pakken, bijvoorbeeld uh, 0, 1, 2 en 3. Die heb ik hier even opgeschreven. En die kwadrateren we even. En dan gaan we daarna een grafiek maken waarbij we niet x op deze x-as zetten, maar de x kwadraat, zodat dit dus een recht evenredig verband wordt. Dus we willen nu niet deze waarde gebruiken, maar deze waarde. Nou, als we dat netjes doen, dus we lezen mooi die y af bij al die waarden en dan tekenen we die lijn, dan vinden we inderdaad een rechte lijn. Precies wat we willen en van die rechte lijn kunnen we weer de helling bepalen, anderhalf um, gedeeld door 6 en dan vinden we hier 0,25. De formule wordt dus I is 0,25 keer x kwadraat. Nou, hier staan nog een paar uh, uh, verbanden die je uit je hoofd wil weten. Dit is een omgekeerd evenredig verband. A, uh, I is constante gedeeld door x. Quadratisch verband hebben we net gezien. Omgekeerd kwadratisch is I is A gedeeld door x kwadraat. En dit is het wortelverband I is A keer wortel x. En al deze verbanden wil je weten. Je wil die grafieken wil je redelijk herkennen bij deze is het natuurlijk een beetje lastig het verschil te zien bij omgekeerd kwadratisch uh, en omgekeerd evenredig. En dan wil je gewoon eentje proberen en als het geen rechte lijn wordt, dan weet je dat je met de andere moet werken. Nou, laten we nog even een voorbeeldje doen zodat je hier aan begint te wennen. Stel dat we het volgende experiment doen. We hebben een aantal touwtjes en daar hangen we een aantal blokjes aan en we kijken hoe lang het duurt voordat zo'n blokje heen en weer slingert. Hoe lang zo'n blokje heen en weer slingert, dan wordt de slingertijd t. En de lengte van het touwtje noemen we de slingerlengte L. En als we hier van een grafiek maken, krijgen we dit te zien. Nou, wat voor verband zal dit zijn? Nou, dit lijkt het meest op dit wortelsverband. Laten we daar maar dan vanuit gaan. Dus dan zou deze grafiek een vorm moeten hebben van deze formule. i is a keer wortel x. De i is in dit geval de slingertijd. De x is de slingerlengte. Daarvoor gebruik de letter l. Dus dit is de grafiek. Nou, om hier een rechte evenredig verband van te maken, willen we niet L op deze as zetten, maar de wortel van L, zodat we dit ding als 1x zien als het ware. En als we dat doen, en netjes die punten weer in de grafiek zetten, lijnen erheen, dan vinden we inderdaad een rechte lijn. Uh, de wortel van de slingerlengte hier, de slingertijd daar, en we hebben een rechte lijn. En daarvan kunnen we weer A bepalen, deze afstand gedeeld door die afstand, 2,45 gedeeld door 1,2 is 2, dan vinden we dus deze formule. Nou, in Bina staat dat de formule voor de slingertijd gegeven wordt door t is 2π keer wortel l gedeeld door g. Nou, uh, we kunnen deze twee formules nu even met elkaar gaan vergelijken. Nou, de eerste stap die ik even uitvoer is dat we deze wortel een beetje uit elkaar halen. Als ik de wortel van l gedeeld door g doe, dan kunnen we dat ook uitschrijven als de wortel van l gedeeld door de wortel van g. De volgende stap is dan dat ik die gedeelte wortel g even onder de 2π zet, zodat dit hele ding één constante wordt en nu lijkt die ook heel erg op deze formule. Dus waar hier een 2 staat, staat hier 2 pi gedeeld door wortel g. Er geldt dus 2 is 2 pi gedeeld door wortel g. Wil ik dit even omschrijven om de g uit te rekenen? Eerst de uh, breuk even weghalen. Gedeeld door wortel g wordt aan de andere kant keer wortel g. Dan wil ik de 2 even naar de andere kant halen. Dan wordt het wortel g is 2 pi gedeeld door 2 dan beide kanten kwadrateren en als ik dit in mijn rekenmachine invul, dan vind ik 9,9 meter per seconde kwadraat. Nou, de valversnelling g die is in Nederland 9,81 meter per seconde kwadraat en we komen hier redelijk dicht in de buurt. Dus met zo'n simpel slingertje uh, met een blokje eraan van verschillende lengtes, kan je dus met redelijke nauwkeurigheid de valversnelling bepalen met behulp van deze formule. Goed, dat was hem weer. Dank voor het kijken. Wil je mijn kanaal steunen? Klik dan op de like-knop en vooral ook op de subscribe knop. Voor het volledige lesprogramma kun je terecht bij wetenschapschool.nl. See you next time.